Goedendag, mijn naam is Jeroen van Dommelen. Ik ben conservator van de moderne handschriften in de Koninklijke Bibliotheek. En vandaag wil ik jullie iets tonen over Alba Amicorum, vriendschapsboeken door de eeuwen heen. En ik heb daarvoor een expert bij, Sophie Reinders. Sophie Reinders is wetenschappelijk onderzoeker die recentelijk is gepromoveerd. Ja, recentelijk. 2 jaar geleden is gepromoveerd. Drie jaar geleden is gepromoveerd op vrouwelijke vriendschapsboeken van adellijke families. Ja. Welkom, Sophie. Dank en, voor de uitnodiging. Leuk om hier weer bij alle boekjes te zijn. Nou, eerst dat we duidelijk maken, wat zijn vriendschapsboekjes precies? Nou, iedereen kent ze eigenlijk al. Vaak, jullie hebben ongetwijfeld ooit een poesiealbum gehad toen jullie jong waren. Ik heb dat gehad. Sophie, had jij ook poesie? Zeker. En hier ligt natuurlijk enorm waardevol materiaal, maar dat was het voor ons, denk ik ook. Tenminste, voor mij wel. Ik vond het uitlenen altijd best wel spannend. Ik vond het ook heel eervol om er een in huis te hebben van iemand anders. Altijd heel voorzichtig mee zijn. Ja, en natuurlijk eerst je familie en dan de juf. Hè. De juf was het hoogtepunt in mijn tijd althans. Heel spannend. Ja, en natuurlijk allemaal standaard versjes, maar toch voelde het heel persoonlijk. Was jij niet zo een van die meisjes die dan heel mooie tekeningen maakte? Zeker. Ik was natuurlijk in alles veel te ijverig. En heel veel plaatjes, glittertjes natuurlijk. Zullen we hier ook veel, niet glitter, maar wel veel plaatjes. Ja, ik was er wel zuinig op. Maar het was ook alweer zo'n raadje, dat deed je in een jaar. En ik was niet zo iemand die dat, zoals soms hier, tientallen jaren volhield. Ik denk 1 of 2 jaar max. En dan was het wel, had je weer een nieuwe hobby. Ja, ja, inderdaad. Nou, die vriendschapsboekjes die wij nog kennen, die zijn eigenlijk veel ouder dan je zou denken. Die komen in het begin, ja, nee, midden van de 16e eeuw, komen die, wordt dat een soort iets wat Duitse studenten gaan doen in universiteiten, vooral protestantse universiteiten, en die gaan op zoek naar handtekeningen van bekende mensen. Luther, Melanchthon, echt de grote protestantse geleerden. En dan gaan ze zoeken naar die geleerden en gaan ze vragen, wilt u alsjeblieft een handtekening zetten? En daar komen dan ook studenten bij, als Duitse studenten. Ze gaan op reis doorheen Europa en dan vragen ze ook aan Nederlandse studenten, Franse studenten, hey, wil je een bijdrage leveren? En wat we eigenlijk zien is vanaf de vanaf 1560 zien we dat die rage, die vooral Duitsland in de ban houdt, ook in Nederland overslaat. En dat begint eigenlijk met het vroegste album dat we hebben van Philippus van Anselm. We weten eigenlijk niets over de man, maar hij heeft wel het eerste vriendschapsalbum, Album Amicorum, dat we in ons bezit hebben als collectie. De collectie van de KB is heel groot. Er zijn ongeveer 750 alba in onze collectie. En dan hebben we ook nog heel veel vriendschapsboekjes en heel veel poesiealbums. En Philippus van Anselm, die gaat eigenlijk naar een... Ik ga het even zo zetten. Gaat eigenlijk naar een boekhandel en koopt een embleemboek. Dit is Alciato. Alciato was een Italiaanse geleerde. En die maakte emblemen, een soort van raadseltjes met heel mooie afbeeldingen en een motto en een raadseltje waarbij de afbeelding en het motto werden verduidelijkt. Wat hij doet is, hij gaat naar een boekhandel en hij koopt een embleembundel van Alciato en laat het inbinden met wit papier. Dat heet doorschoten. Doorschoten met wit papier. En dan zie je dat hij mensen laat tekenen die hij belangrijk vindt in zijn leven. Het zijn meestal medestudenten. Zijn album Amicorum loopt eigenlijk vrij lang door, tot de late 16e eeuw. En het ziet er eigenlijk een beetje saai uit. Alleen maar handtekeningen en ook afkortingen. Sophie, die afkortingen, waar staan die allemaal voor? Weet je dat? Ja, nou, ik ken ze niet allemaal, want er is niet een mooi document uit de 16e of 17e eeuw waar ze allemaal keurig opgesomd worden. Maar veel kennen we wel. Het is veel eer boven rijkdom, deugd boven alles, vriendschapsspreuken.
Er is wel veel onderzoek naar gedaan. Heel veel zijn er wel achterhaald. Maar ja, soms gaat het natuurlijk ook verloren. En dan doen ze gewoon elke keer de eerste letter van het eerste woord. De eerste letters van de spreuk. Dus eer boven God. Ja. Nee, dat zou je nooit zeggen. eer boven goed. Goed. Rijkdom of ja. Aards bezit. Dan is het E, B, G. En zo moet je ook een beetje puzzelen als onderzoeker wat er bedoeld zou kunnen worden. Maar als je eenmaal veel met deze boeken bezig bent, dan zie je wel steeds dezelfde spreuken terugkomen. En soms ook gebaseerd op een embleem of gebaseerd op een wapenspreuk. Dus, ja, maar ja, waarom gebruiken ze die emblemen precies? Is dat... Nou ja, eigenlijk is het een beetje hetzelfde spel als ze in die boekjes spelen. Een embleem is ook een spreuk, een afbeelding waar je een bepaalde boodschap mee wil overbrengen. Over vriendschap, over deugd, over godsvrucht, nou ja, dat soort zaken. En soms gaan ze heel bewust bij een bepaald embleem staan. Dan spelen ze daar ook een beetje mee. Dan verwijzen ze daarnaar. Bijvoorbeeld als het over vriendschap gaat, gaan ze daarbij staan en zeggen ze er iets over. Maar soms is het ook totaal lijkt het, en althans willekeurig. Ja. We weten het natuurlijk nooit helemaal zeker. En dan is het gewoon ja, de evolutie van het album Amicorum. Het begint met die gedrukte boekjes met doorschoten bladen, met bladen doorschoten. En later worden ze, komen de boekjes die helemaal met blanke bladen zijn. En dan puur als album gebruikt worden. Ja, ja. En dus ze gebruiken de handtekening en soms ook een motto, zie ik. Motto. En soms wapenschilden. Ja. Daar wil ik eigenlijk de volgende van tonen, van Cornelis van Bleijenburg. En Cornelis van Bleijenburg ook begin 1560... maakt hij een rondreis doorheen Europa, vooral Frankrijk, Franse universiteiten gaat hij naartoe. En hij heeft ook weer een boekje gekozen met emblemen. Dit keer zijn het deviezen worden ze geheten. Het is de Heroica. En wat hij doet is opnieuw, hij verzamelt heel veel namen, maar ook vooral wapenschilden. Deze is bijvoorbeeld van Kasper Schets, een Antwerpse koopman. Die ook even de gelegenheid heeft genomen om het egeltje in te kleuren. Leuk. Dat eigenlijk symbool staat voor de Franse vorst. Maar wat ik vooral heel speciaal vind, is dit hier. Waar ik heel blij van word, is dit kleine tekeninkje van bij Cornelis van Bleijenburg. En degene die de tekening heeft gemaakt, heeft daar een wapenschild erbij gemaakt. Een zekere Hanneman. En hij heeft een mooi koppeltje, een liefdespaar, in een bos getekend. En hij schreef daarbij, in liefde, fel. Fel in de liefde, passioneel. En iemand anders, die heeft erbij geschreven in een andere kleur inkt, is zelden wel. Dus er wordt gereageerd op die motto's. In liefde fel zijn, gepassioneerd zijn in de liefde, is eigenlijk zelden wel. En we zien ook dat hier een leeuw en een zwijntje aan het vechten zijn. Dit is eigenlijk een referentie naar een embleem. Want er is een embleem in Alciato waarin een zwijn en een leeuw aan het vechten zijn en een gier wegvliegt met het vlees. En is dit waarschijnlijk een allusie naar dat passioneel in de liefde zijn is zelden wel, want als je aan het vechten bent om een stuk vlees, een mooie vrouw, dan kan het altijd zijn dat iemand anders met je vrouw gaat lopen. En dat is misschien wel gebeurd met deze man. En dat zien we dus steeds meer. We zien heel veel wapenschilden verschijnen van adellijke studenten. Maar we zien ook steeds meer afbeeldingen. Een van de eerste grote afbeeldingen die we zien zijn portretten. Je kunt een beetje voorstellen de selfies uit de 16e eeuw. En dit album van Jacob van Bronckhorst zien we dat hij naar Douai is geweest. En hij heeft allemaal van deze portretten laten maken van zijn vrienden. Was het Van Bronckhorst die het zelf maakte? Of waren het eigenlijk, had hij gewoon één kunstenaar ingehuurd die al zijn vrienden ging portretteren? Weet je dat? Ja, er zijn nog heel veel vragen rondom dat soort zaken. Maar we zien in die Alba, in deze universiteitsstad, dat die hebben wel heel erg dezelfde stijl. Hetzelfde opbouw, je ziet zelfs het vanaf de romp, zeg maar, is bijna hetzelfde en wordt aangepast aan de statuur of de afkomst van degene die geportretteerd wordt. En boven wordt het dan wat gevarieerd. Dus we vermoeden dat daar één of meerdere professionals rondom die universiteit aanwezig waren en dat je daar je album dan voorlegde met je vrienden.
ja, hoe ze dat precies deden. Misschien samen erheen en dan, en dan snel schetsen. Maar je deed dit niet zelf, want al die portretten lijken veel te veel op elkaar. Ja, om, maar ook die wapenschilden, ik veronderstel dat ze dat ook niet zelf deden. Nee, ja, soms wel. Soms zie je duidelijk dat het van wat mindere kwaliteit is en dat iemand het waarschijnlijk zelf heeft gedaan. Nou, soms konden mensen ook echt wel mooi tekenen, maar lang niet iedereen. Ja, ja. Maar ze zijn soms zo schitterend en gedetailleerd en minutieus dat dat moet een professional geweest zijn. Ja. En, nou, je wilde je boekje, denk ik, nou ja, sommige althans overduidelijk ook echt mooi houden en verfijnd. Dus dan besteedde je dat uit. Ja. Nou, wat ik hier ook bijzonder vind, je ziet hier ook opeens afbeeldingen van vrouwen en mannen in mooie pakken en kostuums. Ja. Dat is ook iets dat steeds meer... Ja, er zijn ook allerlei kostuumboeken in omloop. Men is natuurlijk echt de wereld aan het ontdekken. En die studenten die gingen ook echt langs verschillende steden en culturen als onderdeel van hun vorming. En ze komen dus ook allerlei lokale kledij tegen. Venetiaans, Paduaans, nou ja, waar je ook kwam als student. En dat laten ze dus ook vastleggen. Dus ook dat is een soort rondreis langs de plekken waar ze geweest zijn. Ook aan de hand van de kostuums die daar gedragen worden. Een soort bijna antropologisch onderzoek. Ja, naar zeker. En daarom zijn ze ook mede zo waardevol, ook voor kunsthistorici. Omdat het soms, er zijn ook wel andere kostuumafbeeldingen in omloop. Maar niet overdreven veel. Ja. En in die Alba staan er relatief ontzettend veel. Dus als je wil weten hoe ging men gekleed, of wat was in ieder geval de chique kledij voor een feest of iets dergelijks. Dan zijn ook deze boekjes een ingang. Ja. Uiteraard aangevuld met ander bronnenmateriaal, maar... Ja. Nu, jij had ook een boekje waar je graag iets uit toont. Universiteit. Dit is een boekje van Karel van Arnhem. Een edelman uit de 16e eeuw. Hij ging naar dezelfde universiteit. Is overduidelijk ook naar een van die vele wellicht professionele tekenaars geweest. We zien hier Karel van Arnhem, een Gelders edelman, die ook naar de Franse universiteitsstad ging als de vorige albumbezitter. Die liet zichzelf op een van de eerste pagina's vastleggen. En het leuke is, als je wat meer van de Alba uit dezelfde universiteitsstad hebt, en dat heeft de KB. Ik heb hier nog Gerard van Hakvorst. En daar zien we dezelfde Karel van Arnhem, dus een vriend of bekende van de albumbezitter. En zoals je ziet is deze nog veel, veel, veel vervuilder. Ik probeer er zelf ook zo min mogelijk aan te komen, want zwaar beschadigd. Vaak een teken dat het veel doorgebladerd is door de bezitter. Zoals je ziet nogal een verschil in portret, maar het is toch echt dezelfde. Karel van Arnhem ziet het ook aan het wapen. Staat hier op het voorste boekje op de andere pagina. Hij lijkt niet heel erg op zijn eigen portret. Dat is ook wel een beetje tekenend voor die portretten. Hè? In hoeverre ze nou echt heel erg gelijken. Dat kunnen we natuurlijk nooit meer achterhalen. Want er waren geen foto's. En van heel weinig mensen ook maar bijvoorbeeld nog een ander soort portret. Maar zo zie je uit één universiteitsstad verschillende van die boekjes. Die langs dezelfde of soortgelijke professionele tekenaars zijn geweest om zich te laten vereeuwigen in hun eigen boekje of dat van een ander. Dus, en werden die Alba dan later opnieuw gebruikt? Of gingen die ergens op slot in een ladekast en keek men er niet meer naar? Verschilt heel erg. We hebben bezitters die ook wel die bijvoorbeeld meerdere Alba bijhielden. Dus die hun hele leven eigenlijk soortgelijke boekjes hebben bijgehouden met verschillende functies. Die studenten. Die deden het vaak echt voor hun studietijd en daarna gingen ze een beroep uitoefenen. Of een bestuurlijke functie vaak, hè, want het zijn vaak welgestelde mensen. En dan ging het boek vaak in de kluis is natuurlijk niet bestaand, maar toch zorgvuldig werd het bewaard, want anders hadden we ze natuurlijk ook niet meer, 400 jaar later. Bleef vaak in de familie. Het is natuurlijk toch netwerk, de band die men met andere families heeft, dat is hierin vastgelegd. Ja, en de een zal het nog eens doorgebladerd hebben op zijn oude dag. De ander heeft er misschien nooit meer in gekeken, maar... Dus het kan ook misschien een soort van geheugensteuntje zijn geweest. Zeker, zeker. Onze fotoboeken eigenlijk. Kijk,
terugkeken naar een vakantie? Is het het terugkeren naar je studietijd? Je studietijd. In combinatie met, nou ja, natuurlijk mooie reizen. We zien hier ook in Karel van Arnhem. Ik zal nog even één mooie afbeelding laten zien. Hij is onder andere naar Venetië geweest, weten we. Ja, 95. Ja, hier. En daar zien we een prachtig Venetiaans liefdeskoppeltje. Die is echt wel heel mooi. Die is echt prachtig. Ook nog qua kleur helemaal mooi bewaard. En ook waarschijnlijk door een professional ingetekend. Maar waarschijnlijk als herinnering aan bijvoorbeeld een bruiloft waar hij geweest is. En zo kan hij natuurlijk 20, 30 jaar later nog eens kijken van god ja, die dag. Nou ja, zoals wij inderdaad foto's gebruiken en andere zaken om ons geheugen te triggeren. Dus ja, zo werden ze zeker gebruikt. Leuk. En, maar zijn er ook vrouwen, Alba? Zeker. En de link met Karel van Arnhem is daar een hele mooie mee. Want Karel had veel kinderen, waarvan er helaas vier stierven. Maar een aantal bereikten wel de leeftijd van volwassenheid. En waaronder twee dochters. En die hebben allebei een album bijgehouden. Margaretha en Henrika van Arnhem. Geheel op hun eigen manier, want vrouwen gingen niet aan buitenlandse universiteiten studeren, gingen niet bijna alleen of in een gezelschap van vrienden door Europa trekken. Dat was natuurlijk niet gepast in die tijd. Dus zij maken er een heel eigen soort medium van, ook veel minder gericht op beroepen daarna of een zakelijk netwerk daarna. De alba van de dochters van Karel liggen helaas niet in de Koninklijke Bibliotheek, maar wel een aantal hele mooie andere. Ja, ik heb er een aantal voor me. Zal ik maar eens beginnen met Clara? Dit is het album van Clara van Beers. We weten eigenlijk heel weinig over haar leven. En ik hoorde jou net ook al bij een van de studenten zeggen, we weten eigenlijk niks van hem. Nou, dus dat tekent ook al een beetje de plaats van deze boekjes. Soms heb je alleen het boekje of bijna alleen het boekje. En nou ja, daar moet je het dan als onderzoeker ook mee doen. Maar het is toch wel een heel waardevol spoor van iemands leven. Je ziet meteen dat Clara een stuk groter is. Hè? Als je kijkt naar jouw studentenboekjes. Die gingen natuurlijk mee op reis. Moest in de zak gestoken worden. In de zak of in de, letterlijk in je zak van je kleding of in je bagage. Maar die vrouwenalba zijn vaak iets groter. Zoals deze. Dit is wel een bijzondere, want het is begonnen als handgeschreven liedboek. Met ook echt een titelpagina. Die zal ik even opzoeken. Hier. De nieuwe amoureuze liedekens. Er volgen vervolgens 19 liedjes. Handgeschreven. Allemaal met een hele mooie initiaal en een klein gedichtje. Even één voorbeeldje laten zien. Hier zien we een heel mooi gekalligrafeerd, een klein versje en vervolgens een lied. Veel van die liedjes kennen we uit gedrukte liedboekjes, maar zeker niet allemaal. En sommige zijn ook echt speciaal voor Clara geschreven. Dus zal ik één voorbeeldje even kijken welke pagina van laten zien. Hier bijvoorbeeld. Nou, we hadden net al even over die spreuken, dat je steeds de eerste letter neemt van het woord. En hier zie je de eerste letters van elke zin vormen Clara de Beers. En zo staan een aantal van dit soort naamdichten in dit album. En daardoor, mede daardoor weten we ook dat het van haar is. Maar dat is dus ook heel waarschijnlijk, zal misschien ook een beetje samengesteld zijn uit bekende beelden en dergelijke, maar is wel echt voor haar geschreven. Dus het is niet alleen tweedehands materiaal. Men deed ook echt zijn best om iets persoonlijks te maken. En dat was in ons poëziealbum, tenminste bij mij ook wel. Een enkeling ging dan met je naam iets doen. En anderen beperkten zich tot een bekend spreukje. Wat in Clara nog wel mooi is, is het reageren op elkaar. Want er staat dus ook handtekening in. Het is niet alleen maar een liedboekje. Nee, zeker niet. Nee, sorry. Ik sla een stap over. Het begint als een soort liedboek. Maar daarna gaat zij bijdragen van andere handen verzamelen. Die liederen zijn ook in één hand. Mm-hmm. En daarna zien we haar allerlei andersoortige bijdragen verzamelen. Ook nog een aantal liederen van andere mensen. Maar ook sonnetten, korte spreuken, motto's, gedichtjes. Dan wordt het echt een album.
En het leuke is dat in dit boekje, kijk, deze boekjes gingen in tegenstelling tot de studentenalba, die gingen natuurlijk in redelijk kennissenkringachtige setting rond. Je kende elkaar kort, je kwam elkaar even tegen in een stad. Maar die vrouwenalba zitten in een veel hechter netwerk dat elkaar ook vaak al jaren kende of door huwelijken met elkaar verbonden was. En daar zie je dat er regelmatig op elkaar gereageerd wordt. Men kende elkaar ook, men wist, oh ja, dat is die of die en dat pik ik niet of dat vind ik mooi of goh, ik vind jou ook leuk. Nou ja, wat wij eigenlijk allemaal ook op sociale media doen. En over het algemeen is men heel vriendelijk en beschaafd in deze boekjes, maar op deze pagina heeft iemand het in zijn hoofd gehaald om een aantal vrouwonvriendelijke versjes neer te schrijven. En vrouwonvriendelijk, wat bedoel je? Nou, hier staat bijvoorbeeld de vergelijking met dat je een paard de sporen geeft om hem een beetje in bedwang te houden. En dat het voor vrouwen eigenlijk ook goed is dat ze regelmatig geslagen worden. Okay. Nou, dat is vrij uniek voor dit soort bronnen. Dat je, het zal heus met een knipoog gebeurd zijn, maar het springt een beetje, het valt een beetje uit de toon. En je ziet hieronder iemand in heel duidelijk ander handschrift, andere inkt, reageren. Ik zal het even voorlezen. Die Alto schrijft en de zijt kwaad van die vrouwen. Die en is niet waard dat hij een goede vrouw zou trouwen. Ik wens hem, even kijken, die allerkwaadste ter wereld. Gelijk hij is van zinnen, want hij heeft meer gal als honig innen. Oftewel, wie zo lelijk praat over vrouwen, verdient geen goede echtgenoot. En ja, bestaat eigenlijk volledig uit gal. En kreeg wat hij verdient, namelijk een kwade vrouw. Ja, nou, dat kunnen we helaas niet meer achterhalen, maar we gunnen het hem natuurlijk van harte. Dus dat is Clara de Beers. En dat is eigenlijk een, nou ja, niet helemaal typisch vrouwenalbum, omdat het dus als een liedboek begint, maar wel het soort bijdrage is heel typisch voor de boekjes van vrouwen. En daar heb ik hier nog een aantal van liggen. Ik zal even kijken hoor, deze heeft een aantal hele mooie afbeeldingen. Dit is van Geertruid van Engelstedt. Dus het is heel mooi ingebonden. Ja, schitterend. Je hebt hier ook nog een hele mooie liggen, daar komen we straks op. Maar dat de linten nog bewaard zijn gebleven is echt heel erg bijzonder. Het is natuurlijk ontzettend kwetsbaar materiaal. Dit is bijna nog helemaal. En is dat ook iets typisch voor vrouwen? Dat het wat mooier met fluweel? En ja, we zien wel, nou, de mannen, sommige bandjes toch ook wel mooi, ja, met dat goud. Ik heb er nog eentje die ik nog graag wil tonen. Ja, oh ja, ook nog met fluweel. Ja, nee, vrouwen hebben vaak wel versieringen, borduurseltjes. We hebben hier een hele mooie met kraaltjes. En ja, echt schitterend. Het was ook echt een kostbaar bezit. Ze kregen het waarschijnlijk cadeau, nou ja, zo'n beetje jonge jaren, huwbare leeftijd. Het waren natuurlijk wel gestelde dames over het algemeen, voor zover het bewaard is gebleven. Dus zo'n boekje was kostbaar. En daarom zien we het ook vooral bij welgestelde dames die natuurlijk ook de tijd hadden voor dit soort dingen. Als jij niet van adel was en gewoon elke dag heel hard moest werken om je bestaan zeker te stellen, dan had je hier geen tijd voor. Maar ook burgervrouwen? Schreven zij boekjes? Of later, niet in deze tijd. Okay. Tenminste, niet dat we kennen. De vrouwenalba die ik gezien heb, gezocht heb, gevonden heb, zijn eigenlijk zonder uitzondering van de adel. Ja, dus het lijkt ook een soort mode, zoals, nou ja, bij ons vroeger op school dan ook iets lokaal even heel hip was. Was dit in een korte periode in een kleine kring mode. Nou, dit is als gezegd het album van Geertruid van Engelstedt. Zij opent haar album met een spreuk. Geloof und ere, geloof en eer. Twee hele belangrijke pijlers in het leven van, nou ja, iedereen in deze tijd uiteraard, maar zeker van adellijke vrouwen. In hun, hoe ze zichzelf presenteren. Vervolgens verzamelt zij de wapens van haar grootouders, haar familie. Het is natuurlijk belangrijk om te laten zien waar je vandaan komt, dat je ook echt van adel bent. Het is ook een soort van stamboek eigenlijk. Ja, het zijn echt mengvormen van, nou ja, een soort zelfrepresentatie, kostuumboeken, wapenboeken, liedboeken. En je ziet ook, nou ja, aan de hand van alles wat wij tonen, iedereen doet het weer op zijn eigen manier. Met een eigen doel, in een eigen periode, een eigen thematiek. Sommigen zijn echt, laten wel ruimte voor een grapje. Anderen zijn alleen maar heel keurig. Ook een beetje hoe sociale media nu wordt ingezet. Zeker. Sommigen zijn posten alleen maar persoonlijke informatie. Anderen alleen maar over hun werk. Klopt.
Klopt, klopt, zeker. En ja, de ene pagina is wat interactiever dan de andere, hè? En wij deden natuurlijk ook onze favoriete liedjes, foto's van familie, foto's, maar afbeeldingen, ja, boeken die we lezen. Nou, dat zien we hier natuurlijk ook snippers van terug, van wat ging daar zo al rond. Ja, dus het is in zekere zin behoorlijk vergelijkbaar. Nou, wat leuk is in die vrouwen, Alba, dat zijn eigenlijk altijd huwbare vrouwen die dus nog gaan trouwen. Eigenlijk bijna iedereen stopt met het bijhouden van zo'n album als ze trouwen. Dus ofwel ze hebben het dan gewoon te druk met kindjes en huishouden. Of het is niet meer gepast. Of nou ja, het is waarschijnlijk een combinatie van dat al. Maar die albums vervullen ook een bepaalde rol in die adolescentiecultuur. Je ziet het natuurlijk bij de mannen ook, hun studietijd. Nou, bij die vrouwen is het een beetje de tijd voordat zij trouwen en een eigen huishouden gaan beginnen. En er wordt dus ook volop geflirt. Want het zijn vrouwen die je nog kunt krijgen. Okay. Voor zover ze veel keus hadden in die tijd. Maar er staat in dit boek, boekje een prachtig voorbeeld van Frans van Jongema. En wij zien zijn wapen wederom. Uiteraard kijk mij van adel zijn en van welke familie. Maar ook een prachtige afbeelding van Tobias die door de engel naar de overkant van de rivier wordt geleid. Tobias is blind. Toch? Ja. Ja. Dus nou ja, hij heeft een leidsman nodig. En daar schrijft Frans van Jongema bij. Och had ik een die zo mij naar mijn lief geleide. Dus nou ja, naar een geliefde. Hoe willig zou ik mij voor de reis bereiden? Dus hoe graag zou ik dat willen dat, nou ja, ik op deze manier naar een fijne dame geleid werd. Nou, we weten natuurlijk nooit helemaal zeker of het voor deze albumbezitster bedoeld is. Het kan natuurlijk ook zijn voor alle huwbare meisjes in die dit boekje onder ogen krijgen. Hij trouwt in elk geval niet met de bezitster. En wie wel met haar trouwt, is iemand die ook een hele mooie tekening levert. Even opzoeken. Dus mannen konden eigenlijk op deze manier ja, zich op laten vallen door een mooie tekening, een leuke spreuk. Zeker. En je natuurlijk eervol gedragen, laten zien dat je uit een goede familie kwam. En we weten niet helemaal het succesratio natuurlijk van dit soort zaken, maar we zien het spel van, kijk, wij zijn huwbaar, ik ben beschikbaar en nou ja, ik weet hoe het hoort. De normen van de groep. En dit is een andere schitterende tekening van de man met wie zij uiteindelijk wel trouwt. En we zien een enorm strijdgewoel. Nou ja, wat misschien suggereert van ik heb best wel voor je moeten vechten, want er waren meer kapers op de kust. Hij heeft in ieder geval gewonnen en hij trouwt met Geertruid een tijdje na deze bijdrage. Waarschijnlijk niet alleen door deze prachtige tekening, maar hè. Het is toch wel heel... Ja, heel erg mooi. En we zien meer van dit soort nou ja, liefdes in Alba ontstaan of hun weerslag vinden. Nou, maar je toonde daar juist Geertruid. Ja, de rood fluwelen. Deze is ook rood fluweel. Ja, en niet toevallig. En niet toevallig, want het zijn mensen uit dezelfde kring, uit dezelfde familie. Dit is Homo van Haringsma, junior. En ja, dit is een bijzondere vorm, dat zie je meteen. Het is een achthoek. En ja, ik heb nog nooit zo'n vorm gezien. Nee, het is ook heel mooi opnieuw met fluweel gemaakt. En wat je eigenlijk hier ziet, is hetzelfde als in de vrouwenalba. Opnieuw heel veel blanco pagina's. Waarom die blanco? Omdat ja, ze moesten ingevuld worden. En alleen maar de belangrijke mensen mochten natuurlijk van voor. Maar heel veel mooie afbeeldingen en heel mooie wapenschilden. De afbeeldingen zijn waarschijnlijk eerder erin geplaatst. Ja, het is soms ook echt met een betekenis en soms lijkt het bijna echt puur versiering, hè? Ja. Van het album. Nou ja, aantrekkelijker tonen. Zo, hoe rijkelijker gevuld, hoe meer zo'n album natuurlijk waard is. Ja. Ook voor de bezitter. Even nog zo'n mooie afbeelding zoeken. Hier, ja. Prachtig. Venus. Of Fortuna. Ik zie hier, ze wordt in ieder geval het
het geloof aan hebben gegeven. Ja. Heel mooi. En wat we dus ook zien, is dus ook belangrijke mensen. We hebben hier, deze wil ik toch even tonen. Johannes Borgerman. En weet je wie Johannes Borgerman was? Nee. Nou, dat was de voorzitter van de synode van Dordrecht. Ach ja, ja. En dus dat zie je dus ook, dat belangrijke figuren binnen de Nederlandse Republiek, die worden ook aangeschreven, aangevraagd van, kun je alsjeblieft, hier in het Latijn en in het Hebreeuws, kun je alsjeblieft mijn vriendschapsboek, mijn album Amicorum ook tekenen, zodat je ook weet in welke kringen deze persoon zich thuis voelde. Ook een prachtige soort. En wat ik wel leuk vind aan dit soort alba, is dat ze een soort mengvorm begint te worden. Het is niet meer de typische studentenalba. Ja. Het is ook gewoon een beetje vergelijkbaar met die adellijke vrouwenalba van jou. Maar veel meer aandacht ook is op de uiterlijke vorm. En niet gewoon een handtekening en een eventuele wapenschild. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal vraag en aanbod. Dus hoe meer mensen zo'n boekje gingen bijhouden, hoe meer schilders zich daarmee gingen bemoeien, hoe meer boekuitgevers er mooie bandjes. Dus er was ook natuurlijk steeds meer mogelijk. En we zien ook wel veel van dezelfde thematiek in die afbeeldingen terug. Hè? Venus en Cupido. En ja, en oud-testamentische verhalen en mythologie. Ja. Nu, we hebben inderdaad van die Friese clan van de Haringsma hebben heel veel verschillende boekjes, zowel mannen als vrouwen. Ja. Die hebben een aantal jaar geleden kunnen aankopen. Want ja, die broekjes blijven eigenlijk ook binnen die familie gebruikt worden. Ja. Je had er nog zo eentje volgens mij? Ja, Juliana de Roussel hebben we nog. En je had het net over Venus of Fortuna. Of soms eens even goed kijken. En zij heeft misschien zichzelf als openingsinscriptie van haar boekje ziet dat het het is echt perkament. Dus het gaat nog iets minder makkelijk open. Maar we zien hier Venus op een praalwagen geflankeerd door Cupido. Een behoorlijk bekend thema in de boekjes. Ik zie ook de tortelduifjes. Ja, tortelduifjes. Hiermee opent het boekje als het ware. En haar naam staat eronder en de datum dat ze het boekje waarschijnlijk start. En dit liet zij. Ze heeft nog een vis in haar hand en een mooi kasteeltje op de achtergrond. Is dat een wapenschild of is dat wat, het kasteeltje? Nee, de vis in de hand. Oh, de vis, dat weet ik eigenlijk niet. Hier zien we ook een wapentje. Zou kunnen, maar daar zou ik even. Maar is het van ze is zelf afgebeeld in een liefdescarousel. Dus, dus het is wel duidelijk waar dit boekje toe dient. En over grote namen gesproken, we hebben hier ook. Zij heeft, als we kijken naar de bijdrage, heeft zij waarschijnlijk als hofdame aan het hof. We zien hier Ernst Casimir van Nassau, de Friese stadhouder. Je ziet het bijna niet meer doordat het zo aangetast is door de tijd. Maar het begint dus hier ook met de grote namen. Kijk wie ik allemaal ken. Ja. Die mogen ook voorin. En zij heeft waarschijnlijk in hofkringen haar huwbare jaren doorgebracht als deel van haar opvoeding. Daar handtekeningen verzameld en uiteindelijk haar verdere leven gaan leiden. Maar dat komt dus ook uit dezelfde familie. Die hebben dus zowel de mannen als de vrouwen hebben deze boekjes op hun eigen manier gebruikt. En als we het hebben over praalwagens, ik kwam toevallig in Johanna van Hoorne er ook nog eentje tegen. Dat is even dezelfde afbeelding. Ja, alleen hier zit volgens mij Cupido zelf op de praalwagen. En we hebben hier natuurlijk nog vier andere. Dus we kunnen die vriendschapsboeken ook zien als een soort van culturele drager die alles wat in was op dat moment, of het nu liedjes waren of afbeeldingen, die hier steeds opnieuw terugkomen. Precies, en we vragen ons als letterkundigen natuurlijk vaak af. We hebben allerlei liedboekjes overgeleverd gekregen, maar wat was nou de top 10? Wat was nou echt populair? En daar zijn deze boekjes natuurlijk ook hele mooie bronnen voor. Ja. Want sommige liedjes staan wel drie keer erin en in alle boekjes die in dezelfde kring rondgaan. Dus dan mogen we ervan uitgaan dat dat paste bij hun levensfase, hun normen en waarden, maar ook gewoon de populariteit. Wat zong men met elkaar? We hadden natuurlijk niet Netflix en alles om ons te vermaken. Dus
zei. Dus ja, er werd gezongen en misschien wel met z'n allen. En dat iedereen dan zijn lievelingslied toevoegde. Ja, ja. Dat is niet onwaarschijnlijk. Dus inderdaad, wat was populair? Welke thematiek was gepast en populair? Als je dat wil weten, moet je eigenlijk ook door deze boekjes bladeren. Ik wil je nog één graag, of ik wil de kijker nog één graag één ding tonen. Of ja, één ding, we hebben nog wel meer. Maar één ding vanuit die vroege periode, namelijk deze van Johan van Amstel van Meende. Het is een, het boekje is een beetje beschadigd aan het voorblad. Maar waarom ik het graag wil tonen, is omdat dit boekje bijna alles heeft. Dus A, eerst het wapenschild van Johan van Meende van Amstel. En vervolgens enkele prachtige afbeeldingen van een student die afgeleid wordt. Door de liefde. Door de liefde. Je ziet die Cupido aan zijn mouw trekken en eigenlijk zeggen, stop met studeren. Ja. Ga maar op vrouwenjacht. En we zien hier Venus ook een hart warm aan het maken op een aanbeeld, terwijl een vrouw staat te wachten. Heel bekende afbeelding ook, hè, die we veel terugzien. En hier zien we de vrouw inderdaad het hart in het vuur steken en afkoelen. En vervolgens zien we, dit vind ik een van de mooiste afbeeldingen. Een vrouw en een man die aan elkaar zijn gebonden door een ketting. Tot de dood hen scheidt. We zien een skelet, de dood, met de sleutel. Hij bindt ze vast in de liefde. We zien dat hartje. En zij moeten voor eeuwig aan elkaar gebonden zijn. Maar voor de rest zien we dus, dit boekje heeft alles, ik zei het al. Een van de eerste pagina's, wie komen we daar tegen? Maurits van Nassau, Je m'attendrai. Dus in 1600, het boekje is van 1600 tot 1602. En dus heel belangrijke mensen, Maurits van Nassau. Maar ook, bijvoorbeeld, hij was een student. En klaarblijkelijk was het bijzonder koud in de winter. Want wat zien we? We zien Leiden, het academiegebouw. Maar de studenten zijn niet aan het studeren. De studenten zijn aan het schaatsen. Het was klaarblijkelijk te koud om binnen te zitten. In dus beweging. Dus dan gaan de studenten samen met hun meisjes schaatsen en plezier maken. Dit is een van de vroegste afbeeldingen van het academiegebouw. Ja, heel mooi. En wat we ook zien is dit soort typische afbeeldingen. Van de geleerde en de soldaat. Ja. En ik weet, jij hebt in die proefschrift daar ook iets over geschreven. Ja, ik kom ze ook heel veel tegen in in de adellijke albums, maar ook in de studentenalba. Het is echt het ideaal van degene die zich op het slagveld weet te handhaven, maar ook gestudeerd is. Dit is eigenlijk het ideaal van zeker onder edelmannen is het toch echt wel. Het is een beetje zo de christelijke soldaatachtig van Erasmus. Ja. Dus want ik zie ze heel vaak voorkomen in de alba. Dit soort tekeningen. Ja, en allerlei varianten ook. Ja. Soms hebben ze een echte toga aan. Soms zijn ze nog meer in vol krijgsornaat. Dus je kunt daar ook weer je accent leggen zoals je het wilt. Maar het idee is inderdaad de christelijke soldaat die van alle belangrijke markten thuis is. Ja. Ja. Belangrijk voor de huwelijksmarkt, kan ik voorstellen. Exact. Nou, we hebben nog een paar dingen die ik graag wil tonen. Het dikste album Amicorum mag niet ontbreken. Dit is het album Amicorum van Paludanus. En Paludanus was eigenlijk een geneesheer, apotheker in Enkhuizen. Maar hij was een groot geleerde en hij ging over heel de wereld, heel de bekende wereld, Europa, Constantinopel, ging hij op reis. En hij ging ook heel veel dingen verzamelen. En dit boek is niet alleen een album Amicorum, er staan heel veel bijdragen in. Maar het is ook een collectieboek. Heel mooi gemarmerd papier in het begin. Heel veel handtekeningen. Maar ook kostuumprenten. Dit is van een Russische man. Dit is ook weer een heel modieuze. Iets uit verhouding lijkt het. Ja. Het ging natuurlijk om het kostuum. Mooie kostuumprenten. Mooie vrouwelijke.
Het zijn allemaal stuk voor stuk. Het is een enorm rijk album. En hier zien we een Ottomaanse soldaat. Ottomaanse geleerde. Hij was ook echt in alles geïnteresseerd. Ja. Hè? Talen, gebruiken. Ja. En deze vond ik ook wel leuk. Dit is een courtisane. Ja. Een Venetiaanse courtisane die haar haar aan het bleken is. Ja, geweldig. Dus en dit soort afbeeldingen zien we ook steeds vaker voorkomen in die Alba. Als ze naar Venetië zijn gegaan, dan komen die courtisanes heel vaak terug. En in Venetië waren er dus ook kunstenaars die zich alleen maar specialiseerden in dit soort afbeeldingen. En die zijn dus allemaal heel iconografisch, heel vergelijkbaar met elkaar. Ja, dus het is enorm dik. En hij was ook helemaal gefascineerd in taal. Dus we zien hier Arabisch, Hebreeuws, Grieks, Perzisch. Eigenlijk alle soorten talen komen terug. En het werd later, als hij terugkomt in Enkhuizen, werd het gebruikt als gastenboek. Waardoor je dus ook een soort van, het is eerst een album decorum en een reisboek. Daarna is het een gastenboek en een kostuumboek. Het is ongelooflijk de rijkdom van dit soort werkjes. En een vergelijkbaar boekje, of boeken moet ik zeggen, is dat van Ernst Brink, de burgemeester van Harderwijk. En die heeft niet één, niet twee, maar drie alba. En ze zijn niet allemaal vol, dus je denkt ook, waarom is opeens begonnen met een nieuw album? We weten het eigenlijk niet precies. En hier staan ook heel veel talen in. Brink was net zoals Paludanus gefascineerd door taal. Ik zal even zoeken wat ik... Dus we zien hier ook hoe hoogleraren uit Leiden, dus Vulcanus. Vulcanus was iemand die heel vaak in die alba voorkomt. Hij schrijft hier in het Grieks en in het Latijn. Maar wat we ook zien is weer zo'n... Ja, oh daar, nu met een... Arte en Marte, ja. Dus de kunsten, kennis en de krijgskunst, de oorlog, een geleerde en een soldaat. Zie je opnieuw hier voorkomen? Ja. Dus daar hebben we alles naar verwezen. En deze vond jij wel leuk, dacht ik. Ah ja, Brederoog, ja. Ja, ik ben natuurlijk Neerlandica van oorsprong en dit is een hele bekende... dichter uit de vroegmoderne tijd. En nou, ook wel een toepasselijk albummotto. Hè? Dat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Ja, ja, ja. Heel duidelijk uit het Amsterdamse netwerk dat we ook veel in die alba zien terugkomen. Hè? Steeds meer eigenlijk. Het gaat inderdaad een beetje, nou ja, niet echt weg van de universiteitssteden. Ja. Maar het wordt ook thuis rondgegeven. Goldjes. Oh ja. Weer. Eer boven gold. Ja. Dus eer boven goud. Ja. Wel een belangrijke motto voor een kunstenaar. Dat ze niet alleen maar geld moesten verzamelen, ook gewoon dat eer heel belangrijk was. En wat ik hier ook wel leuk vind, in een van zijn andere alba, want hij ging dus naar het Ottomaanse Rijk en hij heeft dus allemaal prachtige talen verzameld. Maar toen hij terugkwam, is hij langs Firenze gegaan. Florence. En wie gaat hij daar opzoeken? Galileo. Ja. Ja, geweldig. Galileo. 1614. Dat is zo prachtig, ja, dat je nu hetzelfde boekje in handen hebt dat Galileo in zijn handen heeft. Ja, maar ook het exacte datum meten wanneer Galileo zijn handtekening zet. En hier een kaartje maakt van Jupiter en de sterren die hij juist heeft ontdekt. Die rond Jupiter, of ja, de sterren, de manen, die juist rond de Jupiter draaien, heeft ontdekt. Dus steeds vaker komen er enorme namen tegen die we allemaal kennen. Ja, en binnen en buitenland. Dat is echt ongelooflijk. En dan is dit het toppen van de alba uit de 17e eeuw. Dat is het album van Heyblok. En Heyblok was een rector van de Latijnse school in Amsterdam. En Heyblok leeft in die culturele sector. Hij kent iedereen daar.
En hij gaat ook vragen aan iedereen om, al iedereen die hij kent, die een belangrijk is, vraagt hij, in het voorwoord vraagt hij, zet je naam hierin, zodat je altijd herinnerd kunt worden. Ja, en wie komen we dan tegen? Nou ja, Vondel. Vondel die Jacob oproept. Prijst gij eeuwig werk, bouw geen huis, veel min een kerk, op de veengrond van rechte zin. Dus je mag niet op veengrond een huis bouwen of een kerk. Dat is natuurlijk Amsterdam is gebouwd op veengrond, net zoals Gouda. En Vondel zegt, ja, dat mag je niet. Maar Heiblok is natuurlijk een heiblok. Daar bouw je eigenlijk op. Dat is eigenlijk een soort allusie op de naam. Dat wordt ook heel vaak gedaan, hè? Dat ze, nou ja, al is het maar in één regeltje nog een grapje met de naam. Of ja? Met name als er iets, nou ja, duurzaams in zit of iets eervols. Of, En hier zien we een andere grootheid, Rembrandt. Ja. Rembrandt heeft in 3 alba iets getekend. Voor zover we weten. Voor zover we weten. En dit is er eentje van. Presentatie in de kerk. Ja, in de synagoge. En andere mooie is deze van Jan de Braai. Ja, dus ook kunstenaars die grote kunstenaars die iedereen kent, die tekenen hier een mooie tekening. Omdat ze ook weten dat alle andere mensen in Amsterdam die iets betekenen, die komen ook voor in het boek. En ja. Die zien dit misschien en zien denken, dit. Goh, die zou ik wel eens... Die wil ik wel inhuren. Ja, precies. En heeft hier ook een heel leuk versje over wat is de mens alleen? Daar valt niet om te schaken. Dus vind ik geen pertuur. Zo moet ik het schaken staken. Dus de eenzame schaker die niemand heeft om te schaken. Maar het mooie is dat vervolgens iemand daar een antwoord op geeft over hoe het schaken verloopt en wie de koningin uiteindelijk zal. Geweldig. En je ziet dus ook dat zowel de albumbezitter presenteert, kijk mij iedereen kennen, kijk mij eervol zijn, maar ook inscribenten die er weer in staan presenteren zich als huwbaar of als groot dichter, ook prachtig. Ja, dit is een van de rijkste alba die we kennen. Met heel veel namen. Huygens staat erin, Anne Schuurman staat erin. Dus iedereen die iets was in Amsterdam, die staat erin. En het vreemde is, mid 17e eeuw zien we heel duidelijk dat die alba minder populair zijn. Mensen hebben geen behoefte meer om erin bij te houden. Het wordt nog wel gedaan, maar veel minder als vroeger. De adellijke netwerken vallen ook een beetje uit elkaar. Dus ja, niet iedereen trouwt meer met allemaal dezelfde families. Dus zal ook voor de vrouwen een rol spelen. Ja. En pas eigenlijk in de 18e, laat 18e eeuw, krijg je weer een soort mode. Waarin studenten opnieuw zich bezig gaan houden met het verzamelen van alba. En dat zijn dan voornamelijk handtekeningen met een mooi motto. Maar veel minder artistiek. En dan vanaf de 19e eeuw krijg je opnieuw alba. Maar dit zijn heel andere alba. Qua vorm, we zien hier een foudraal. En je denkt, oh, dit is een boekje. Maar als we het boekje openen, dan zien we dat het eigenlijk geen boekje is, maar een soort doosje. En in het doosje zitten allemaal losse bijdragen. En dit is het doosje, het boekje, het vriendschapsdoosje van Florentijn Ontijds Macaré. Dat was gewoon een burgerlijke dame. En die heeft in haar heel erg leven allemaal bijna aanzichtkaartjes, hè? Bijdragen verzameld met heel mooie afbeeldingen, maar ook met bijvoorbeeld borduursels en knipstukjes, soms zelfs een stukje haar. Ja. Dit soort prachtige bloemetjes. En wat we dus zien is dat dit soort werkjes steeds vaker door voornamelijk vrouwen werden aangelegd. Maar dat hun kring ook veel breder is. Het is niet alleen maar de familiale netwerken. Nee, klopt. Maar ook iedereen die ze tegenkomen.
En niet alleen voor een huwelijk, maar ook na het huwelijk. Ja, echt een andere functie. Ja. Een soort memorie voor het leven in plaats van... Nog steeds. Ik wil weten wie mijn vrienden zijn en ze mogen een mooie bijdrage doen. Hier zit er ook eentje van een zekere Henrike die op het stoomschip zat. En die heeft ze tegengekomen, weet je niet wie de vrouw is. Maar zo, we zaten samen op het stoomschip vanuit Parijs. Dat weten we wel, want we weten, daarvoor zat ze in Parijs. En die heeft een heel mooie handtekening gezet. Maar ook dit soort prachtige werkjes. Heel erg mooi. En dus niet meer ingebonden. Dus en dat is trouwens ook wel met de studenten al, waar dat soms ook wel losse bladen later werden toegevoegd. Hè? Of dat iemand op losse katernen handtekeningen verzamelde en het later in een bandje deed. Mooie hand. Ja. Je ziet ook wel dat in alle opzichten moderner is. Hè? Ja. Ja, maar dit was ook wel handig, want je kon ook gewoon iemand vragen om zo'n kaartje te vullen. Bladzijde mee te nemen. Ja. En pas later... die is ook heel mooi. Ja. Pas later in te vullen. En ja, dan krijg je dit soort... prachtige... handarbeid is het gewoon. En wat we altijd weten van dit soort prachtige bloempjes is dat je moet altijd de achterkant kijken. Als je de achterkant even mooi krijgt als de voorkant, dan ben je echt iemand die goed getraind is. En deze is best wel goed gelukt. Maar sommigen zien er echt op de achterkant helemaal niet uit. Ja, sommige pogingen zijn leuk, maar... Of deze vind ik ook dan heel mooi. Die is prikwerk. Ja. Dus dat deden we ook toen we klein waren, toch? Ja, zeker. Ja. En dan zie je ook echt gewoon dat... Heel bevredigend werk. Lekker op die... Dus dat het toch een heel ander soort publiek is dat dit soort bijdrage levert. En dat die boekjes worden steeds anders van vorm. Ze zijn minder intellectueel, minder gericht op de adel. En meer gericht op eigenlijk burgerfamilies. En langzaam komen dus de... Poesie, die hadden wij kunnen hebben. Ja, de poesieboekjes naar voren, de poesiealbums naar voren. En met de typische poesie. Precies. Plaatjes. Uitknipsels, plaatjes. Ja, nog wel iets meer kant en klaar dan die schilders in de studentensteden. Ja. Maar. En deze is van een zekere Clara uit Den Haag. En wat ik hier heel bijzonder aan heb, het is gemaakt... Juist voor de oorlog, juist voor 1940. En wat we zien, is dat zij iedereen in haar klasje, die getekend heeft, maar tijdens de oorlogsjaren fout is geworden. De afslag dan. Die werd doorstreept, werd NSB en dan staat er ook afgeschreven per 10 mei 1940. Dus na de invasie zijn... Deze kinderen geen vriendjes meer van Clara. En hier vind ik het ook, de typische vergeet mij niet. En Clara heeft het uitgeschreven. Vergeet mij. Ja. En dan zie je dus ook dat zelfs in die poesiealbums eigenlijk nog altijd reacties komen. Ik heb het ook wel gedaan nog. Ik heb ook soms vriendjes die ik niet meer leuk vond uit mijn poëziealbum gescheurd. Ik ben altijd wat meer van de lieve vrede, maar ik snap het sentiment. Ja. En we zien het ook in die vroege albums wel, dingen die doorgekrast worden of half uitgescheurd. Waar we natuurlijk niet helemaal weten wat er aan de hand is, maar het zijn natuurlijk hele menselijke emoties. Ik weet, in het album van Ortelius is Korenhechter een grote streep uitgegaan, omdat er een groot conflict was tussen Korenhecht en Lipsius. En Ortelius nam mooi. Het blijft een manier om die vriendschap, Alba, blijft een manier om je vrienden in op te schrijven als een memorieboek om ze het later te onthouden, maar ook om de dynamiek van vriendschap te tonen. Ja. Wie hoort erbij, wie hoort er niet bij? Wie is overleden? Soms wordt er bijgenoteerd. Hè? Dus ik denk dat we wel hebben laten zien dat het bijna geen genre is, omdat iedereen het weer op zijn eigen manier doet en er toch heel veel dezelfde dingen in zitten. Maar dat je ze eigenlijk allemaal individueel eerst moet in de vingers zien te krijgen en ze dan kan je ze weer naast anderen leggen en dan zie je patronen. Maar dit is hoeveel procent van wat er in de KB ligt? Nog geen procent. Nee, dus het is echt
10%? Nou, nog niet. Nog 1%. En het zijn allemaal verschillend en we hebben er nog zoveel meer. Ja. Dus het is echt een schatkamer van informatie over vroeger, over de mensen die vroeger leefden. Over alle disciplines zo ongeveer. Over liederen, over gedichten, over kunst. Kunst, alles zit erin. Nou Jeroen, ik denk dat we veel hebben laten zien. Ook een aantal niet, merk ik nu ik een beetje over de Ja, tafel. We zijn al helemaal het liedboek van Anna Steins vergeten. Ja. Ook een prachtig liedboek met heel veel liedjes over, ja, over de liefde. Maar ja, de tijd zit erop. We kunnen hier nog een eeuw over doorpraten. Ja. En dit is toch niet eens een procent van wat er allemaal ligt in de Koninklijke Bibliotheek. Ik zou zeggen, kom de stukken inzien als je geïnteresseerd bent. Voor letterkundigen zijn er liedjes en gedichten. Voor kunsthistorici is er tekeningen, gouaches, aquarellen. Er is nog zoveel. Voor historici is er een heel netwerk dat je kunt analyseren. Ja. Kom kijken hoe men de vriendschap vierde 400 jaar geleden, 100 jaar geleden, 200 jaar geleden. Het is een van de meest tastbare bronnen om echt te weten hoe mensen leefden en hoe mensen tegen vriendschap aankeken. Dus kom kijken. Ja,